kijkers van Oblivion Gaming, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Jelle en vandaag ga ik eventjes een Kingdom Update geven. Een hele korte. Zoals jullie zien zit ik niet meer op dat stomme kaartje, maar ik zit nu op de Dine Map, de bijna volledig uitgerenderde. Hij zit nu te full renderen. Dus ik ga eventjes de laatste update geven voor de grote opening, die waarschijnlijk morgen al is. We laten de map de hele nacht doorrenderen. We verwachten dat morgen de grote opening is van de Kingdom. En als soort van viering, we hebben nog één kingdom over. Kingdom Mira. En wat ik erover wil zeggen. Het is nog een klein kingdomje. Niemand heeft zit er nog. Er zijn wel mensen die een kingdom willen, maar ik kan niet iedereen lezen en opletten. Dus bij deze, wil jij nog een kingdom? Het laatste kingdom op deze server. Kingdom Mira, een groot desertstuk. Het lijkt klein, maar het is echt gigantisch. Een village, een tempel, een desert well, lava pits, water pits, alles zit erin. Als jij het wil, laat een reactie achter op deze video. Like natuurlijk, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, dat was hem eigenlijk al wel weer. Ik ga dit laatste kingdom weggeven. Binnenkort gaan natuurlijk de kingdom van start. Er zullen echt kapot veel kingdom episodes komen. Oorlogen, handelsmissies, een beetje rondkijken bij de andere kingdoms. Dit wordt echt super vet, mensen. Ik zeg tot ziens en tot op Kingdom. Check trouwens ook nog even de andere video's die pas zijn geüpload. Zoals Call of Duty Advanced Warfare met Jordi. En Five Nights at Freddy's met Taylor. Dat is van Daniel Saaltink. Ook al de gozer die al met banners en shit maakt. Check ook die video's. Het is echt super vet. En ik ga hier verder niks spoileren in de woestijn of zo, maar gewoon check die video's ook. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Kingdom. Wil je dat Kingdom winnen? Je weet wat je moet doen. Reactie met Skype naam, mind of naam. Alles wat precies hetzelfde was in episode 5. Weet je niet meer wat daarin stond? Kijk het even terug. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.